De toekomstige First Lady van Nederland komt uit Apeldoorn. Tenminste, als het aan Emily Wilman ligt. Zij doet mee aan het BNN-programma Ja, ik wil Mark Rutte. De 28-jarige zangeres en studenten journalistiek deed al eerder stof opwaaien met haar Lady Gaga-parodie. En nu heeft de Apeldoornse beep de jacht geopend op een van de meest begeerde vrijgezellen van ons land. Toekomstig premier Mark Rutte. Waarom wil je Rutte? Oh, sorry hoor. Knip! Ik vind Rutte een hele sympathieke man. En ik denk dat we goed bij elkaar zouden passen. Oh, waarom? Omdat... ik zit er helemaal niet in hoor. Knip! Ik denk dat hij gek is als hij mij laat lopen. Oh ja? Ja. Waarom? Omdat ik een heel positief, vrolijk, lief persoon ben. En ik denk dat hij... Dat ik zijn leven wel wat meer kleur zou kunnen geven. Maar er is natuurlijk wel sprake van een leeftijdsverschil. Hè? Hoe oud is Mark Rutte ook alweer? Mark is 43. En jij bent? 28. Dat is nogal een verschil. Ja, dat is wel een verschil, maar dat vind ik echt geen probleem. Ik denk dat een oudere man juist wat meer te bieden heeft, omdat hij wat meer levenservaring heeft. En daar hou ik wel van. Je valt op oudere mannen. Ik val op oudere mannen. Als Mark Rutte Emily ook leuk vindt, wordt ze de First Lady van Nederland. En dan gaat ze natuurlijk ook de koningin ontmoeten. Lijkt me leuk. Ik ben wel benieuwd wat de koningin allemaal lekker vindt om te eten bijvoorbeeld. Of waar ze graag naartoe reist. En, welke kapper ze heeft. Knip! Is die nou homo of niet? Nee, ik denk niet dat Rutte homo is. Knip! Dat zijn heel moeilijke vragen. Knip! Hij is lang vrijgezel en daarom denken mensen dat hij dan niet uit de kast durft te komen. Hij woont bij zijn moeder. Nee, hij woont niet meer bij zijn moeder. Hij woont op zichzelf. Emily zal tijdens het BNN-programma waarschijnlijk ook een stukje van haar Lady Gaga-act opvoeren. Misschien wel in de speciale Mark Rutte-versie. You're not that gay, you're not that gay, Mark Rutte. Kijk, aanstaande maandag naar BNN op Nederland 3, naar het programma Ja, ik wil Mark Rutte. Daarin strijd ik samen met 7 vrouwen en 1 man om de titel First Lady. Dus allemaal op mij stemmen.